bij Veendam, de ploeg een provincie ernaast. En Cambuur Leeuwarden draait goed in de competitie, haalde 13 punten uit 6 wedstrijden. Cambuur bereikt ook de volgende ronde in de beker door Dezo te verslaan en begint sterk tegen Veendam. Goeie paas en een prima schot. Schot van Tim Keurentjes, maar de redding is misschien nog wel mooier. Theo Timmermans, de doelman van Veendam. Veendam is een ploeg die minder draait. Verloor van AZ in de beker. Eigenlijk geen kans gehad. In de competitie draaien ze ook niet heel goed. Maar ze maken wel 1-0. Doelpunt is van Lars Hutte. Het overstapje van Lars Lamboy. En de aangever is Mitch Appau. Snelle jongen, snelle buitenspeler. Belangrijk voor de Groningers. Een minuut later bijna 1-1. Schot is van Tiga Duini en redding van Timmermans, die goed staat te keepen. Veendam, dat 6 punten pakte dit seizoen. 2 overwinningen werden behaald, maar die overwinningen werden wel behaald in het eigen Gieltema-stadion. Daar boeken ze veel successen en komt het hier bijna op 2-0. Schot is van Tom Overtoom, de maker van het enige doelpunt in Alkmaar afgelopen donderdagavond in de beker tegen AZ. Cambuur begint wat zwak aan de wedstrijd, behalve die eerste kans dan. Maar heeft het moeilijk. Dit zijn beelden vlak voor rust. Erik Bakker naar de buitenkant. Wie staat er dan voorin? Hemme staat voorin. Hemme met de kopkans. Hemke met de... Oeh! Wat is daar allemaal aan de hand? Hemme ongelukkig geraakt in de strafschop, zegt scheidsrechter Jeroen Sanders. Dat lijkt me toch gewoon een ongelukkige botsing. Beiden gaan voor de bal. Die wordt niet gehaald. En dan is dit geen strafschop, maar wel gegeven. Een cadeautje voor de Friese. En die wordt benut door Erik Bakker. 1-1. En dat een paar minuten voor rust. Pech voor Veendam. Pech voor de ploeg van Gert Heerkes. Maar in de laatste minuut van de eerste helft krijgen ze nog een kans. Dit is Bordeul en Bordeul stuit op Dennis Telgekamp. En de rebound is niet gevaarlijk genoeg. Maar dit was ook een kans om de 2-1 te maken. Bordeul mist precisie. In de tweede helft opnieuw een gretig Veendam met een prima actie hoor. Mooi hakje en dan het schot is van Lamboy. Hele mooie aanval Veendam. Maar het resultaat is niks. Althans, geen doelpunt. Daarna is het Cambuur dat sterker wordt. Cambuur met een hele mooie paas. En dan de kans voor Tim Bakens. Helemaal vrijgelaten. Maar kan deze bal eigenlijk gewoon aannemen? Of kan hem goed mikken? Doet beiden niet. Maar zoals gezegd, Cambuur is wakker. Cambuur met Schokker. Opnieuw een mooie paas en dan een kans nu voor Hemmer. Maar ook hij weet de bal niet in het doel te krijgen. Hemmer scoorde 6 keer al dit seizoen, maar nu dus niet. Ruimte aan de rechterkant, gezien. Schokker heeft er weer een goede voorzet in petto. Gaat nu naar binnen, gaat dan schieten. Ja, schiet en de redding van Timmermans. 2 keer een goede voorzet. Nu een gevaarlijk schot. En hij merkt het, zijn ploeg verslapt. Hij waakt voor een tegentreffer en opnieuw Schokker. Schokker met de voorzet op een schot. Wat is het? Het is gevaarlijk. En de bal gaat niet erin. En daardoor zijn zij, dus de fans van de thuisploeg, nog steeds even blij. Dit is Opoku. Dit is de tegenstander simpel van de bal. En dan dit. Ja, dit is slordig. Hier had veel meer ingezeten voor de invaller van Veendam. Heeft dit seizoen nog niet gescoord en misschien begrijpt u waarom. Dit is een overtreding van Wiegers, de invaller. Speelt zijn derde wedstrijd betaald voetbal. En er komen niet heel veel wedstrijden bij als je dit soort stomme overtredingen maakt. Geen intentie om de bal te spelen, maar ja, het was de laatste minuut. Het blijft 1-1 in Veendam.